Zoals Fiona net al aan Irene vertelde, viert Stichting Orange Baby vanavond haar 15-jarige bestaan. Deze feestelijke avond wordt gevierd met een veiling en een modeshow. En dit natuurlijk om geld in te zamelen voor moeders en kinderen met HIV in Afrika. Ik sta nu bij de Kromhoutenhal in Amsterdam en ik ga alvast even een kijkje nemen, want ze zijn nu aan het repeteren. Ook spreek ik straks Baba, de oprichter van de stichting. Vijftien jaar geleden heb je met twee partners deze stichting opgericht. Ja. Wat inspireerde je hiervoor? De inspiratie komt van een ontmoeting. 16 jaar geleden precies heb ik een zwangere vrouw ontmoet in Senegal. Zij was HIV positief en ze was zwanger, 8 maanden zwanger. Ik wist gewoon niet veel van HIV toen. Ik dacht van, ik kan niet gewoon een zwangere vrouw hier in ons huis gewoon laten bevallen. Met een baby die straks ook HIV heeft. En waarschijnlijk worden andere mensen in mijn eigen familie ook besmet door HIV. Ja. Dus ik heb alles gedaan om haar gewoon weg te sturen. En dat is mij ook gelukt. Ik heb haar weggestuurd. En dan ben ik gewoon teruggekomen in Holland. Heb ik gewoon erover gesproken met een paar mensen. Ja. En ik kreeg te horen dat een zwangere vrouw besmet met HIV... kan toch een gezond baby gewoon baren. Ja. En ik wilde eigenlijk in het begin... De hele idee was van, ik ga eenmalig iets organiseren en even mijn schuld gewoon eigenlijk afkopen. Ja. En dan klaar. Maar dat werd de geboorte van Orange Babies. Geboorte van Orange Babies. En nu, als je zwanger bent, je krijgt gewoon, iedereen krijgt medicijnen. Ja. Dus daar ben ik het meest trots op. Dat je doet alles mogelijk om echt de HIV gewoon te elimineren bij de geboorte van een baby. De deur staat nu juist open en jullie helpen mensen... We redden nu, de laatste 5 jaar, we redden gewoon elke jaar 60.000 baby's. En dat is immens. Ja. Dat is enorm. Vanavond is dan de veiling. Ja. We zijn hier om natuurlijk heel veel geld op te halen. Ja. Wat verwacht je ervan? We proberen 4.000 baby's gewoon een kans gewoon te geven. 4.000 baby's te redden. 4.000 baby's, ja. Mensen, leven. Ja. Is echt zo enorm. Ja. En elke baby heb je 100 euro nodig. Ja. Dus we hebben 4 ton nodig. Nou, ik hoop dat het een groot succes wordt. Bedankt voor je tijd. Ja. En ik zie je straks binnen in de zaal. Merci. Mijn zoontje is 2 maanden vroeg geboren. En toen besefte ik me ineens hoe kwetsbaar iets is wat net is geboren. Dat je helemaal niks over te zeggen hebt. Dus je kunt alles bedenken in je hoofd van zo moet het worden, zo moet het gaan. En het is daar nog heftiger. Dus als een moeder HIV besmet is, dan is dat kindje dat ook. En dat, ja... Dan is het klaar. En Orange Babies doet dat heel goed. Die zorgt ervoor dat ze medicatie krijgen en dat een kindje dus niet besmet hoeft geboren te worden. Ja. Ik ben toen meegegaan in die projecten en dan denk je, nou, dan hebben ze toch echt heel goed werk gedaan. Het is heel erg open, die stichting. Je weet waar elke euro naartoe gaat. Ze zijn onwijs gedreven. Ja. Nou, Baba en John, dat zijn natuurlijk ongelooflijk innemende mensen. Hij leeft heel daar denk ik. Ja, maar ook heel serieus. En hij is daar, lijkt wel 10 maanden per jaar. Afgelopen en de sfeer zit er goed in. Straks is de besloten veiling, daar kunnen we helaas niet filmen, maar ik hoop dat we het doel van Baba halen en 4.000 baby's redden.